Hugo van Nek. Ja. Een wereldster, hè? Dat is een genie. Neem me niet kwalijk. Er is geen ander woord voor. Ja. En die kan dingen die vrijwel niemand anders op de wereld kan. Er zijn een paar cinemapianisten in de wereld. We hebben er in Nederland 2. Maud Nelens en Hugo. En in Engeland zit er nog één. En er zit nog één in Italië. In Amerika 1 of 2. Het is een heel klein groepje mensen die veel te weinig te doen heeft in deze wereld. Nou, die gaan we vanavond aan het werk zetten. Want vertoond wordt de film Piccadilly aanstaande zaterdag. Met orkest, hè, met het jazzorchestra uit Brussel. Hugo nu in zijn eentje. Hugo is zo knap dat hij hoeft helemaal het beeld niet te zien. Die zegt, ik hoef helemaal niet te repeteren. Laat maar zien. Ik pingel meteen mee. Dat zeg ik toch goed of niet? Een stukje van Piccadilly. Zaterdag dus met groot orkest. En vanavond zien we dus de ervaring die meneer Van Houten zo graag wil. Stilbeeld en live muziek. Ga je gang. Speelt door terwijl het beeld al gestopt is. Dat moet je ook knap. Dat is ook live, hè? Ja, nee. We hebben één proef op de som. Maar dat is misschien een beetje flauw, want we maken het iets platter dan u het wil. Dat weet ik wel. Gisteren nacht, de nacht van Balkenende, hebben wij een klein zwart-wit stom filmpje uit de jaren 20 van gemaakt. Durft u het aan? Ja. Ja? Ja. Nou, oké, daar gaan we dan. De nacht van Balkenende. Mag ik nog één vraag stellen? Laatste vraag voor Prem. Ik hoef niks meer te zeggen.